Thibaut, ik begin met de luisteraarsvraag van Fabio Verhulst. Was de match thuis tegen Gent een van de meest bizarre die je ooit op Jan Breydel meemaakte? Goeie vraag om mee te beginnen. Ja, het zal wel een van de vreemdste wedstrijden zijn dat ik daar heb meegemaakt. Veel beter zijn dan de tegenstander en toch verliezen. Nee, ik kan mij niet direct een andere wedstrijd voor de boeg houden. Misschien die van Ja. Dortmund. Ja, misschien die van Dortmund. Over absurde wedstrijden op Jan Breydel en zoveel meer vandaag in de Klokkenpodcast, de voetbalpodcast voor en door Club Brugge supporters. Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Niels Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. 0-3, stop Olsen. Frank van der Elst, het is er niet. Het is er niet aan het tellen. Heeft tijd om te kijken en er eentje uit te pikken. Maar voor met Niels. Oh, wat een goal. Oh, wat een goal. Ik zei het. Schitterende goal van Club Brugge. Ja. Rob, het zijn bizarre tijden hè, op Club Brugge. Allee, toch in het Jan Breydel Stadion. Twee keer eigenlijk een heel goede wedstrijd spelen. Zowel thuis tegen Borussia Dortmund als thuis tegen AA Gent. En toch 7 goals tegen krijgen en er maar 2 maken. Het is een hele zware eindbalans voor hetgeen dat we toch getoond hebben. Hè. Ja, we zijn heel zwaar gestraft voor of heel mager beloond voor wat dat we gepresteerd hebben. Ik zal het zo zeggen. Maar... Ja, het feit dat er dan toch zoveel doelpunten binnenkomen, staren we misschien ons een klein beetje blind op aanvallende wilden. Geen idee. Maar het doet zoveel pijn om zo'n mooie acties niet beloond te zien worden. En dan, ja, zowel woensdag als dan gisteren kreeg je zo dan direct dat gevoel van, ja, hopla, afgestraft. We maken de kansen niet af, we krijgen ze binnen. Dus dat is wel, we ondergaan weer mooi de wet van het voetbal. Mm-hmm. Ja, die wet van het voetbal komt regelmatig voor in... De UEFA Champions League, Thibaut, die is helemaal terug in het Jan Breydel Stadion. Ja, ik vind dat toch altijd, er hangt toch altijd zo'n speciaal sfeertje als je dan naar het stadion dichtbij komt, die hymne. Ja, het hoort er allemaal bij, maar het maakt zo'n avond wel extra speciaal. Hè. Ik vind dat toch... Ja, ja en dan in de middencirkel, zo die, de mannetjes daar met die bash aan het zwaaien zijn, ja, als de hymne aan het gaan is, dat is zalig om mee te maken. En ook Jan Breydel zat mooi vol. Zo de avondmatch. Oh, ja, ik heb het er wel voor. Ik heb het hier al een keer gezegd. Die avondmatch. Ik vind het altijd speciaal hebben op Jan Breydel. En gewoon fijn om die Champions League terug te zien. Ook zo de bannering langs de zijkant op het stadion. Ja, het is gewoon tof. Zo'n cool moment. Het moment dat de hymne begint. Iedereen is nog aan het babbelen. En ineens is het muisstil. Ja, dat is zo klik gedaan. Ja, dat is echt cool. Game on. Ja, en dan zo na die The Champions. Zo, come on, ja. Zalig, zalig. Zalig gevoel. Ja, en ja. Het was ook gewoon... De spelers hadden er ook zin in, erop. Want allee, de eerste 10 minuten hadden misschien een beetje lastig tegen Dortmund, maar... Ja. Daarna, ja, kans na kans. Zeker die bal van die karambollen daar met Vetlessen, ja, die uiteindelijk op de trap. Ja, nee, inderdaad. Dat was precies een FIFA-matchje. Ja, ze voelden het. Ik ging het juist zeggen. We ondergingen zo even. De eerste 10 minuten was het inderdaad, ja, even onder een indruk. We moeten er terug aan beginnen. In de competitie waren we nog niet top geweest. Dus de spelers wisten het waarschijnlijk zelf niet zo goed hoe dat ze voor de dag gingen komen. Maar na die 10 minuten was het echt, ja... Het voelde echt goed om te supporteren voor club. Het was echt nice om ons zo nog eens te showen op het Europese toneel. Het was echt heel, heel leuk. En dan ja, Vetlessen die dat daar ongelooflijk op die deklat trapt. En nog 16 andere spelers die dat daar op een of andere manier de bal niet in de netten krijgen. Dat was zo'n frustrerend moment. Ik wist even geen blijf bij mezelf. Maar ja, nee, het club op dat moment is... En ja, dat zien we eigenlijk zelden zo intens... Dat kunnen niet veel ploegen volhouden, zelfs niet in Dortmund. Dat was echt heel cool. Ja. En dan, ja, de rest van het verhaal is een beetje somberder, maar ja, ik hou me wel echt heel hard vast aan die eerste 75 minuten. Die waren zo furieus, zo krachtig. Echt het Nicky Haye voetbal dat we ook tegen Genk hebben gezien in de playoffs vorig seizoen. Dat is zo intens, de tegenstander zwart bij de keel grijpen. Oh, dat doet zoveel deugd om naar te kijken. Ik vond vooral de tweede helft, zo van minuut 50 tot minuut 75, ja, ook. Was echt top. Daar zaten combinaties bij, snel van kant wisselen.
ja, was echt goed. En als er één man met kop en schouder bovenuit stak, Rafa Onyedika. Ik dacht, als Dortmund die ziet spelen, die pakken die gewoon mee op de bus terug naar, naar Duitsland. Maar, ik denk elke scout die dag zag spelen, die zal gedacht hebben van, hoe, wat? hoe zit die jongen in de Club Brugge nog? Was ongelooflijk. En ook Nouri Sahin, de trainer van Dortmund, die na de wedstrijd nog eens zegt tegen de pers, op de persconferentie van... Ja, we wisten eigenlijk hoe dat we Club moesten een beetje afstoppen. En dat was eigenlijk Onyedika onder druk zetten. Maar het is ons niet gelukt. Dat is het mooiste compliment eigenlijk dat je kunt krijgen als speler. Ja, dat is waar. Dat is waar. Het is ook, bij ons club is een evolutie geweest nu. Van we moeten Van Aken vastzetten, naar we moeten Onyedika vastzetten bij de tegenstander. Ja. Dat is een groot opvallend verschijnsel. Want ja, vroeger was het altijd Antwerpen zet Haroun op Van Aken en de match zit dicht. Mm-hmm, nu hebben we ook Onyedika dat enorm aan de bal sterk is. Dat verbreedt echt mogelijkheden. Dat is echt top. Nu nog een 18 goal kan maken en we zijn. Hè? Ja, die moet eens dringend een goal leren maken. Dat is een feit. Ja, hij was er ook dichtbij tegen Dortmund. Maar Kobel zat er goed bij. Rob, je hebt wel een beetje een boontje voor Borussia Dortmund. Misschien je tweede club. Wat vond jij van hen tegen club? Exact wat ik ervan verwacht had eigenlijk. Veel te laks. Allee, nee, een sterk begin, dat had ik er wel sowieso van verwacht. Omdat die denken, de Klein Brugge spelen we wel even naar huis. Maar vanaf dat er dan druk komt, is Dortmund echt maar een vrij bange ploeg. Dat heb ik dit weekend tegen Stuttgart ook teruggezien. 5-1 ja, verloren, hè? 5-1 verloren. Girassi heeft wel gescoord tegen zijn ex-club, dus dat is misschien de enige die tevreden zal zijn. Maar ja, dat is echt... Vanaf dat je druk zet op dit Dortmund, en vooral dat middenveld, dat hebben we gezien met Van Aken en Onyedika gespeeld, die aan flarden, het minste dat je over hun eigen middenlijn durft komen, krabt Dortmund achteruit, weten ze niet meer wat te doen, ze volgen de verkeerde mensen, er komen heel veel gaten in die verdediging. En dat hebben we enorm goed gedaan, dat heeft Nicky Haye goed aangepakt. Maar ja, vanaf dat je dan Dortmund nog maar een beetje de hoop begint te geven dat ze kunnen winnen, en ze nemen dan die kans mee Gittens op een verschrikkelijke manier voor ons, met een afgeweken bal. Dubbel afgeweken, hè? Dubbel afgeweken, inderdaad. Vanaf dat moment, ja, dan weet je, het is voorbij. Want dan nemen zij terug in handen en bij club gaan de kopjes naar beneden. Maar het is echt een typische Dortmund-match. Rot spelen en dan ineens op de counter het fixen en het is in orde. Ja, het deed mij Thibaut een beetje denken aan die wedstrijd ook in 2018 tegen Dortmund, waarin dat club eigenlijk ook een goede match speelt thuis. En dan ook op het einde dan uiteindelijk uit handen geeft. Nog, op Pendam die dan nog een goede kans miste. Ja, dat was dan minder groot verschil, maar het heeft me toch weer een beetje aan denken. Zo, ja, helemaal goed spelen, maar uiteindelijk toch met niks. Het was als zo vaak als in de Champions League we hebben meegemaakt in het verleden. Een wedstrijd waar dat je denkt, oh, we zijn de evenknie met een topploeg uit het buitenland. En dan op 1 of 2 flitsen en op 5 minuten ineens is die match voorbij. Mm. Dan is 0-2, 2 flitsen en boeken toe. En ook een beetje, ja, blijkbaar was hij geblesseerd, Sijs, maar het was ook vooral, dat was ook wel een beetje het kantelpunt. Sabbe die er dan op kwam, de keuze was dan gemaakt om Sique niet te selecteren en Sabbe op de bank te zetten. En ja, dan heb je hem toch nodig ineens, Sabbe, in zo'n wedstrijd, omdat Sijs dan geblesseerd uitvalt. En dan merk je toch op dit niveau dat, ja, na 6 maanden blessure, dat niet evident is om in zo'n wedstrijd in te vallen, denk ik. Ja, het is toch raar, Rob, dat Sique dan gewoon niet mee is. Hè? Als je dan Sabbe moet inbrengen... Allee, je weet bijna op voorhand dat hij misschien gaat moeten inkomen, omdat Sijs, die komt nog maar net van Club Next. Speelt maar nog net mee in het A-elftal. Dat hij gewisseld gaat worden, die kans is vrij groot. Dat is toch raar dat je dan geen fitte rechtsachter meepakt. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, een fitte met ervaring bij verschillende clubs, al ook in de Bundesliga een beetje. Mm-hmm. Die heeft daartoe ook al voorbereidingen en trainingen en het niveau een beetje meegemaakt. En dan bij Cercle, ja, heeft hij een heel goed seizoen gehad. Dus je verwacht wel, oké, hij is misschien niet in vorm. En oké, misschien is die op training minder dan andere jongens. Maar ja, ik zou toch ook een fitte opteren in de Champions League dan een jongen die daar juist terugkomt. En we hebben gezien wat dat inderdaad veroorzaakt, zoals Thibaut zegt, in de Champions League. 6 maanden blessureleed is lang om op zo'n niveau terug te keren. Dat is tegen Kortrijk een paar minuutjes kun je dat doen, maar tegen Dortmund is het brutaal afgeslacht. Ja, het is dat. En ook, hij brengt dan ook op een moment Talbi, denk ik, ook nog een jongen van 19 jaar. Ik vond het op een moment, puur omdat je als club zijn de Champions League speelt, ik vond het op een moment wel een beetje te veel. Zo van, kijk, ik ga hier al onze jeugd droppen, nog wel in het laatste kwartier. Was het misschien gewoon een beetje te veel voor op dit niveau al
met zoveel jeugd te gaan spelen. Gewoon, dat is praat achteraf natuurlijk. Hè. Ja, het jammer is al, die 0-3. Ja, is zwaar overdreven scoren, denk ik. Maar het is wel eentje die gevolgen heeft, hè, Thibaut. Want doelpuntensaldo is al iets dat heel belangrijk is in dit nieuwe format van de Champions League. Gelukkig zijn die de Zagreb-tour opgaan, maar... Ja, het is... Ja, die derde was eigenlijk gewoon vooral niet nodig. Hè. Ook een heel lichte penaltyfout trouwens, maar ja, ook weer zo kinderachtig wel laten ringen door een beetje dan in je rug gepakt worden. Dat mag ook gewoon niet gebeuren. Maar goed, het is wel belangrijk. Ja, het is wel jammer dat we die derde pakken. En ik vind ook puur qua aanzien langs een kant. 0-3 of 0-2, dat maakt toch nog een verschil. Als je, zoals wij kijkend op livescore na een wedstrijd, kijk je zo naar alle ploegen, wat hebben alle ploegen gedaan? En ik denk maar aan supporters over de wereld die kijken naar livescore en zien, 0-3, tegen Brugge natuurlijk. Walk in the park. Ja, walk in the park voor Dortmund. Terwijl, als je die wedstrijd bekijkt, ja, het was gewoon echt goed. En dat klinkt gewoon dan zo jammer, vind ik ook. Gewoon voor ons aanzien een beetje, van, club heeft 0-3 op hun doos gehad, van Dortmund lijkt het, maar... Ja, zo was het. Zouden die van Zagreb dat ook denken? Ja. Maar pas op, ja, die zijn ook zo tot 3-2 teruggekomen. Ja, die waren wel. 3-2, ja, dan klopt. Wel. En dan is het alleen maar even spannend geweest ook. Maar ja, als je er dan nog 6 binnenkrijgt, is het natuurlijk al een ander verhaal. Ja, dat is nog pijnlijker, denk ik. Ja. Ja. Ja, Rob, de mentale tik die je daardoor kreeg door die 0-3 nog te incasseren, is dat een beetje een voorbode geweest ook voor wat er zondag zou volgen? Ik denk het niet. Aangezien we zagen hoe dat ze gisteren zijn gestart, denk ik niet echt dat dat een verband heeft. Maar allee, dat doet hoe dan ook pijn dat je zo'n topmatch speelt en je krijgt er dan nog 3 binnen. Nog heel even teruggaan dat Thibaut zei dat Seis zo top was. Dat viel ook op, want Adeyemi was trouwens geswitcht van flank, omdat hij tegen Seis niks klaar speelde. Dus dan hun beste speler toch maar rechts gaan zitten tegen Maxim, die momenteel wel iets minder is dan Seis, zeker verdedigend. Maar ik heb niet echt... Ja, ook aanvallend, ja, met momenten ook wel inderdaad. Maar ik heb niet echt iets gemerkt van mentale tik aan club. Ook zo de interviews na de match van spelers. Ze waren allemaal wel best fier op de prestatie, zonder van de tegendoelpunten. Maar er weer niet echt met vingers... De groepsfeer zit goed, merk ik ook. En ze helpen elkaar er wel door, heb ik de indruk. Ja, en als zo'n Dortmund nog Guirassy en die Gittens kan inbrengen, ja, dat is wel 100% kwaliteit ook nog. Hè. Ja, sowieso. In de laatste kwart. Maar ik vind wel, om al een beetje vooruit te denken, over de uitslag van gisteren, dat wij wel een mentaal probleem hebben, al het volledige seizoen, met op achterstand komen. Er zit iets in de ploeg van waar dat door het hele zelfvertrouwen altijd verdwijnt als wij op achterstand komen. Ik kan me herinneren, 0-2 voorstel op Genk, je krijgt 1 goal tegen, en op 10 minuten zakken wij weer helemaal in, krijg je daar nog 2 goals tegen. 3-2 verlies op Genk. Staat daar ook juist hetzelfde. Je krijgt een goal en die match was gedaan. Nu tegen Dortmund, gisteren tegen Gent, je krijgt ineens een goal en mentaal gaan wij precies... Ja, hebben wij dan 10 minuten nodig om... Tegen Den er ook heeft. Ja, Den er ook. Je krijgt een goal en het was gedaan. Er loopt bij club niet echt niet meer een type rond, à la Odoi of Vormer, die dat zegt bij een tegel van mannen, kom aan, het is niet erg. We zijn keigoed bezig, doorduwen. Van Aken, die... toont dat met zijn voeten, maar een vetlessen daarnaast, die kan dat niet. En die heeft dat denk ik wel nodig, dat iemand anders de ploeg echt vooruit stuurt. Ik vind het zo raar dat je... Dat missen we wel, vind ik. Beetje de verbale leider, hè. Op dat vlak missen we die enorm. Ja. Ja. Volgende week al is er een nieuwe Champions League match, Rob. Moeten we naar Sturm Graz. Mm-hmm. Is dat al... Ja, tegen Dortmund verwacht je misschien niet direct dat je punten gaat pakken, maar is daar al misschien een beetje van moeten? Als je iets wilt betekenen in deze Champions League, vind ik van wel. Dat zijn nu eenmaal de ploegen dat je geen punten mocht tegen laten liggen. Ook al is dat geen gemakkelijke verplaatsing, Sturm Graz is niet Club Brugge. Als wij thuis al iets of wat mogen dromen van een stunt tegen Dortmund, ja, dan moeten we zeker gaan dromen van punten in Oostenrijk. Ja. Allee, daar mogen geen excuses over zijn voor mij. Ja, die hebben ook 2-1 verloren van Brest. Geen al te goede match gespeeld, Thibaut. Nee. Wie is het daar van STWV, de leider in de defensies? Lavallée en hij is geschorst. Lavallée en dan, dan zegt dat genoeg, denk ik, dat we daar gewoon punten moeten gaan pakken. En het liefste 3.
Ja, de spits is ook totaal nog niet in vorm. Ik ben zijn naam kwijt. Ja, Berit. Ja. Is normaal wel een goed speler. Die is fantastisch. Ik had die heel graag bij ons willen zien komen. Maar we hebben Nielsen en daar ben ik minstens even blij mee. Maar topspits, maar die is nog niet in vorm. Dus het is misschien de juiste moment om ze nu tegen te komen. Nu dat die jongen nog niet aan de lopende band aan het scoren is. Maar we moeten daar gewoon 3 punten pakken. Als we daar al geen 3 punten pakken, dan denk ik dat we eigenlijk al nu al bij de eerste 24 bijna mogen gaan. Ja, dat gaat echt moeilijk worden dan. Hè? Ja. 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 Ja, de match wordt ook gespeeld trouwens in Klagenfurt. Ja, 140 kilometer van Graz, dus dat is ook al iets dat misschien als voordeel gaat spelen. Althans, een heel fanatieke aanhang. Schoenberg is misschien wel massaal afreden. Maar toch. En is er al eens verwacht van hoeveel clubsupporters er gaan meegaan? Dat weet ik niet. Dat was een redelijk kort dag en het is niet zo super makkelijk om te raken. Via Wenen gaan en dan een vlucht naar daar. Het is de lelijkste. Of via Ljubljana en dan een trein kan ook. Dus het is niet super evident voor er te geraken. Het is zo de lelijkste away wil dat we hebben. Hè? Het is zo een Europa League of Conference vibe, vind ik. Een beetje Conference vibe ga je hebben. We hadden wel een redelijk modern stadion. We maken voor EK 2008. Maar 30.000 man, niet super groot. Maar daarover kan je alles horen in onze Champions League special van enkele weken geleden. Ja, dus, inderdaad. daarvoor toeristische informatie over de away naar Stoenglas verwijs ik graag daarnaar. Nee. En dan gaan we het stukje Champions League ook achter ons laten, want de Super Pro League raast onverbiddelijk door, zijn al 8 speeldagen ver. Wederom, Thibaut, weer al een fantastische wedstrijd gespeeld tegen Gent. Maar punten pakken is toch nog... Ik heb nu trouwens een kwartier kunnen nadenken over uw eerste openingsvraag. En in mijn hoofd ben ik helemaal afgegaan van de afgelopen wedstrijden van een vreemde wedstrijd op Jan Breidel. En de laatste, moet ik toch zeggen, dat is de 4-5 verlies tegen Genk. Dat was ook een klotschikke wedstrijd. Met de hat-trick van Kevin De Bruyne. Met de hat-trick van Kevin De Bruyne. Dat was ook zo'n wedstrijd waar je uit het stadion kwam en dacht, wauw, what the fuck hebben wij hier vandaag gezien? Dat was heel raar. Dat was nog met Adrie Koster die alles op de aanval zette. Ja, het was 4-2 voor club en die ging nog voor de 5-2 en 6-2. Zot die man. Dan werd het nog 4-5. Maar gisteren inderdaad eigenlijk een beetje dezelfde vibe. Hè, hoe dat we begonnen, die eerste 30 minuten. Drang naar voren, kansen creëren. En gewoon die kansen missen, dat ook. Ik zei het nog tegen mijn maat waarmee ik altijd meega naar... Naar club. Ja, zolang dat we ons maar niet gaan beklagen dat we weer zoveel kansen missen. En je voelt het langs een kant altijd aankomen, zoiets. Zo van, Ik heb mezelf vervloekt dat ik heb gezegd, spelen we zoals tegen Dortmund, dan winnen we die match sowieso. We hebben gespeeld als tegen Dortmund, we hebben niet gewonnen. Ja, maar het aantal kansen was gigantisch. Kovolsen, Mechelen, Nielsen. De Kotte Dek laat ook nog eens Mechelen. Oh, mannetjes. Je gaat de rust in met 7 schoten op doel tegenover 1 en er staat 0-2. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk, die statistiek. Ja, inderdaad. Ja, dan heb je nog zo'n ettertje. Ja, zeg maar hoor. Nee, daar kun je ook wel die tweede goal, omdat je zegt 1 schot op doel en 2 doelpunten. Ja, die tweede goal laat de Kuipers zich ook volledig ringeloren door Fadiga. En dan komt die bal jammer tegen Ordóñez, dat is rot. Maar dat ging zo simpel voorbij de Kuiper, alsof dat hij totaal niet had verwacht dat Fadiga een voetballer was, maar een coureur of zo. Dat was echt heel vreemd. Want het is ook wel een kwaliteit om goed te verdedigen. Hè. Als je aan het aanvallen bent, moet je ook goed kunnen verdedigen. En we kunnen nu toch wel al 2 wedstrijden zeggen. De goals die we hebben tegen gehad, echt goed verdedigd zijn die natuurlijk niet. Hè? Nee, en eigenlijk bij alle 4 de 1 doelpunt van Gent verdedigen we niet mee. Ik heb het hier een keer op genoteerd. Eerst is Seys. De eerste is Mechelen die te laat uitstapt en Seys die buiten spel opheft. Ja. Dan de tweede is inderdaad Kuiper die zich te makkelijk laat ringeloren. De derde... Ordóñez niet scherp genoeg op die voorzet. En inloopt ook allemaal. En de vierde, laat Mechelen zich een beetje kinderlijk aftroeven door Gudjonsson. Ik vind ook bij de derde dat we daar heel duidelijk Onyedika misten. Of was het de vierde? Het was zo één bal dat Seys, dat was de vierde, Seys Gandelman moest volgen, terwijl het eigenlijk altijd Onyedika had geweest, moest hij er nog opgestaan hebben.
Maar ja, zij is tegen Gandelman, dat is, die komt nog niet aan deze. Die mag gewoon niet. Ja, die lange, allee, dat is een lange bal van een centrale verdediger die een half uur onderweg is. En Mechelen kijkt alleen naar een bal. In plaats van, maakt dan, als je weet van mijn switch gaat ervoor komen, ja, zet dan een blok of had hem even van, ja, ik weet niet, ja, doe toch iets. nu is het gewoon sprint wel verliezen en zelf geen duel aangaan. Dat is gewoon een inderdaad. Jammer. Nu, de meeste tegenkansen zijn vaak ook wel een defensief foutje hier en daar, maar dat wordt wel keihard afgestraft. Hè. Want Gent heeft behalve die vier keer geen enkele keer iets van gevaar gebracht en geen schotje naast, geen kobbelijke. Vier schoten op doel hebben ze gehad, ze waren van vier goals. Dat was uiteindelijk de wat ik zag op livescore, de uiteindelijke pankarte van de stad. Dus ja, efficiënt zijn. En je kunt, wij gewoon niet. Want er zijn echt wel twee, drie kansen bij die zeker goal moeten zijn. Hè. Ik denk aan Skov in de eerste helft, die daar die bal nog onbegrijpelijk eigenlijk helemaal naast schiet. Of Nielsen of Skov moet daar inderdaad scoren. Ja, een van de twee al. En Solis vind ik ook, die kans met die volley. Hij probeert het nog goed, maar plat in het midden, Roef hem nog overtikt. Dat zijn al twee kansen dat ik denk, dat moet toch zeker binnen zijn. De Kuiper op het einde, alleen in de tweede helft. Dat wat Panabé daar die tackle doet, maar de Kuiper alstublieft, dat moet... Dat moet binnen. Hij moest wel geblokt worden, denk ik. Moest hij binnen het kader zijn, maar hij moest wel binnen het kader zijn. Ja, wel, het meeste is binnen het kader. Hè. Ja. Ik vind het ook zo jammer, omdat... Ik geloofde, zelf al was het 0-2 of zo, geloofde ik wel nog van... Het kan eigenlijk nog, die zijn zo slecht aan het verdedigen. We gaan hier wel nog een goal maken en we gaan het nog spannend maken. Maar telkens dat je jezelf weer in de wedstrijd bracht, werd je jezelf ook niet meer in de wedstrijd aanbrengen. Snap je? Je scoort dan en dan twee minuten later een goal. Je scoort dan, twee minuten later een goal. Dan denk je, allee, kom jongens. dat was ook natuurlijk nog een keer nog iets dat mee zat voor Gent. Ze scoren wel echt op de perfecte moment voor hen. Twee keer vlak voor rust voor een mokerslag. De rust in gaat, vlak na de rust, je denkt, nu is knock-out, kijk dan een holtje tegen, scoor je direct na de 1-4, dan was het eigenlijk gebakken. Dus ja, ook dat en het is, zat bij Gent volledig mee. Hè. En het is niet dat we langs een kant aanbetand kunnen zijn op club of zo, want allee, ik heb echt al onder Dijla en Parker, ik ben aan het over, maar heb ik al veel ergere wedstrijden op Jan Breydel gezien dan deze. En je merkte dat ook op het einde van de wedstrijd. Oké, je verliest 2-4 tegen toch een aartsrivaal, Gent. En de mensen applaudisseerden. Het was echt zo van, oké, jongens, jullie hebben toch het voetbal gegeven dat we wouden. En dat is eigenlijk ook hetgene dat we moeten onthouden, denk ik. En na gisteren is van, als je dit voetbal brengt op club, op Jan Breydel, dan zijn de mensen wel tevreden. Op zich, ik ben aan mijn tand naar huis gegaan, puur voor een uitslag. Maar ik had wel zoiets, als ik naar huis reed tegen... Mijn mate waarmee ik altijd mee ga, was ik zo van... Ja, maar we hebben wel leuke voetbal gezien bij momenten. En ze hebben er wel echt alles aan gedaan op zich. Want zelfs na de 2-4 was het zo... Ja, ze bleven wel nog proberen die aanval te zoeken. Dus no sweat, no glory. Hè? Ja, het was zo, niet dat ze opgaven of zo. Ja, dus kun je niet zeggen dat ze niks hebben gegeven gisteren. Hmm. Ja, wie waren voor jou de lichtpuntjes erop in het elftal? Moeilijk om te zeggen, want eigenlijk zou ik heel veel namen willen zeggen, maar omdat er geen goals zijn gevallen, heb ik ook zoiets van, je hebt het niet fantastisch gedaan. Maar ik vond Nielsen vond ik geweldig. Ik ben een heel grote fan van Gustav Nielsen intussen. Solis. Seis was ook weer heel sterk, inderdaad. Ja, het komt een beetje van overal. Het kwam echt van overal. Ik had ogen tekort gisteren om alles bij te houden. Maar ja, nee, Seis en Nielsen, dat waren de twee lichtpunten. Ja, ik heb de twee beste flanken van de Pro League. Daar ben ik echt van overtuigd. Met voorsprong. Als die fiets zijn, alle twee, dan heb je met voorsprong de twee gevaarlijkste flanken in de Pro League, die alle twee eigenlijk normaal gezien een goal kunnen maken. Ja, en in mijn ogen zelfs alle vier met de verdedigers erachter. Dat is een ongelooflijke flanken dat we hebben. De weelde dat we hebben ook links en rechtsachter is gigantisch. Ja, je weet, als iedereen fit is, dan heb je... Je hebt nog Meijer, je hebt de Kuiper, je hebt Seis die op linkskant, want je hebt Seis die op rechtskant, je hebt Sabbe. De tweede goal die we maken, met
Skov die opdrijft, Tsolis die erover gaat, Skov geeft er perfect mee, Tsolis direct in een tijd voor die goal, Nielsson. Zo moet je ook Nielsson bereiken, hè? Op zo'n manier. Ja. En dat was gewoon, dan zie je, als dat begint te draaien, dan gaat het wel niet nodig komen. Ze leren elkaar een beetje kennen. Hè? Ja, dat vind ik wel. Nu, op Nielsson wil ik wel een keer een beetje dieper ingaan, want we vragen altijd naar de stellingen van de week op onze kanalen, en daar komt heel veel de vraag of de stelling van, ja, we hebben een scorende spits nodig, een efficiënte spits. Maar als ik dan kijk, dan vind ik toch dat heel veel fans zeer streng zijn voor Gustav Nielsson, want de jongen heeft 3 goals en 4 assisten op 8 wedstrijden. En los daarvan ook heel nuttig voor de ploeg, hè. Is er iemand onder ons die eigenlijk die kritiek van de fans op Nielsson eigenlijk ergens kan volgen? Nee, ik niet direct. Allee, niet direct. Ik snap misschien de eerste wedstrijden was hij in het spel ook wel niet heel overtuigend, moet ik eerlijk toegeven. Maar dan heb ik het vooral over de eerste wedstrijden, maar toen was club ook, dan waren we ook in het algemeen niet zo, overtuigend. Goed aan de bal. Ik vind wel gisteren, als je ziet, zijn eerste half uur, bal bijhouden, sterk tegen Mitrovic, die ook kopbal sterk is, ploeg laten aansluiten met momenten, ja, dan denk ik, ja, hij is wel aan het groeien. En hij scoort dan ook weer. Gisteren toch heb ik zijn goaltje mee. Op een slecht moment vervangen, vind ik dan ook. Juist een goal gemaakt, jammer. Maar ja, ik vind het raar dat er wat commentaar op komt, eigenlijk, op dit moment. Ja, Nicky Haien heeft zich verexcuseerd over die wissel. Ik weet niet of dat je het hebt gelezen, ergens heb ik het gelezen. Dat hij zei, ja, dus ze stonden al, ik vond het wel een zwak excuus, als in, ja, de jongens stonden al klaar en ik wilde ze niet teleurstellen. Ja, dat vind ik wel geen excuus. Ik vind dat vind ik een... daaraan zie je dat het een coach is die nog maar net kon piepen. Ja. Dat vind ik wel. Want op zo'n moment moet je eigenlijk zeggen, mijn spits heeft gescoord, oké, vertrouwen, we gaan nog ballen pompen en dan gaat er misschien nog een aan. Ja, vooral, hij was ook heel nuttig. Hè? Bedoel, als je dan toch lange ballen gaat pompen, alleen Vermant is niet super groot, Jutgla is niet super groot, Nielsson is wel iemand... Ja, met de kop is dat wel misschien zelf even goede kop of misschien zelf betere kopper dan Hans van Aken. Want ik denk als het gaat, en er zal wel data over zijn, gaat meten qua stats en zo, denk ik dat wij de meeste voorzetten het laatste kwartier hebben getrapt, als Nielsson eraf was. Dat was echt heel opvallend om te zien, dat dan ineens, want hij is overgeschakeld naar een 3-5-2, als Nielsson eraf ging, denk ik. We zijn met wingbacks, Koras en Seis. En dan kwamen die voorzetten wel, maar dan heb je Vermant daar staan. Ja, die is een meter 75. Ja, die gaat ze niet binnenkoppen, denk ik dan. Nee, inderdaad. Ja, het was eigenlijk bijna een 2-2-6 op het einde. Het was echt iedereen naar voren gegaan. Ja, echt wel. Ja, Gustav Nielsson. Ik vind het ook raar, die kritiek. Het enige dat ik er een beetje kan inkomen is dat hij een beetje houterige stijl heeft. Komt niet heel stijlvol over, maar ja, wat verwacht je nog, denk ik dan? Ik vind ook wel hier en daar... Vraag je een spits die en veel holen maakt, en fantastisch kan voetballen, en sterk met de kop, en... Ja, ik vind ook wel hier en daar, wat mij ook wel soms frustreert aan het clubpubliek, sommigen, is wel, vele spelers kunnen... Ja, die dan een keer een foute pas geven, dat is Nielsson ook, of Skov ook, ik merkte dat gisteren, en dan is het direct zo, zijn er een paar die zo heel aan mijn tand worden, en dan denk ik, ja, een slechte pas, jongens, maar dat kan wel al eens gebeuren, of zo, hè. Het is nu niet, dat is nu niet het einde van de wereld. Ik had het vooral met Skov, de laatste 5 minuten, hij probeert een keer het spel te verleggen met een lange bal, dat was mislukt, oké, niet zo'n goede lange bal, en zo direct beginnen zo veel mensen beginnen voeteren, mensen beginnen recht te staan, we verdwijnen. Dan denk ik, ja jongens, dat kan niets gebeuren. En ze geven tenminste alles, dus kom, blijven ondersteunen, denk ik dan. Dus ja, in een match waar je zoveel energie in steekt, vind ik dat ook normaal dat je eens een keer iets fout doet en dat je een keer een concentratieverlies krijgt. Allee, dat is allemaal wel oké. En soms vind ik wel dat we als Brugspubliek heel kritisch kunnen zijn. En ik vind dan nu ook dat met Nielsson, dat het ook wel zo is. We verwachten precies weer... we zijn precies vergeten dat vorig jaar Thiago de eerste 3 maanden, dat dat eigenlijk niks was. En dat hij vanaf november, december pas is beginnen scoren.
Dat is, ja, die werd op handen gedragen op het einde van het seizoen, maar dat was voor het begin, vorig seizoen was hij zelf ook, werd hij ook op de korrel genomen door het publiek. Dus, en dan hebben we allemaal uitgefloten geweest. Ja, we hebben nu eigenlijk meer aan Nielsen op dit moment dan op hetzelfde moment vorig jaar aan Thiago. Ja, dat vind, 100%. Ik, ook, dat vind ik ook. En toen werd er gezegd van, als er nu een nieuwe spits komt, gaan we er geduld mee moeten hebben. We gaan niet zo direct, we gaan niet direct beginnen voeteren op onze spits. En kijk, we zijn september en er zijn er toch een paar die hetzelfde denken als vorig jaar. Ik vind dat jammer. Ja, nee, ik ook. En onnodig. Nee, dus Gustav Nielsen heeft alleszins onze volle support. Zeker. Want het is een goede spits. Het is ook een goede gast. Het is ook een goede gast. Als ik zo naar in de interviewzone hem altijd zie, dan denk ik, ja, je bent wel één. Ja. En ik denk ook in de groep, ik denk dat hij ook wel goed is. Ja. Het is echt zo nog eens een clubspeler. Zo. Dat is heel zelden dat we dat nog echt tegenkomen. Zo iemand uit de competitie vissen en bij ons plaatsen en die past direct. Ja. We dachten allemaal dat dat bij Kasper Nielsen ging zijn, maar eigenlijk is Gustav Nielsen degene die veel beter past meteen in dat plaatje dan de andere van Union. Ja, hij heeft ook een goede kapper. Ja. Hij had dezelfde kapper als mij. Dan wist me de kapper vrijdag te zeggen dat hij ook die ochtend was die daar geweest. Gustav. Ja, ik dacht dat Gustav Nielsen onze host was vandaag. Ja, twee druppels. Ik heb geen Koep Nielsen gevraagd. Nee. Maar hij heeft de Koep Nicolas gevraagd, denk ik. Ja, waarschijnlijk. Iemand die mij wel niet kon overtuigen, die nog een keer een helft heeft mogen spelen, was Yashari. Thibaut, maar dat is ook misschien iemand waarmee dat we nog een beetje geduld moeten hebben. Maar voorlopig voel ik nog niet. Ik heb zo de indruk dat hij zo'n beetje schrik heeft voor wat risico in zijn spel te steken. Het is vaak gewoon het balletje breed naar achter, maar zo de paas in de diepte. Ja, heel, heel safe. En ik mis ook duelkracht langs de kant. Ik zag die jongen. Zijn highlights en ik zie die ook al, ik zie die zo wel als een blokje zo. Allee, die ziet er wel als een stevige jongen uit, maar dan denk ik soms denk ik, oei, allee, wat peper, zoals bij ons zouden zeggen, wat peper in je gat, want je wordt er vaak, krijg je een duwke, wordt er zo afgelopen, dan denk ik, allee, dat, hij mist precies nog wat, misschien fysiek ook een beetje moeilijk nog. Ja, je komt ook uit een lagere competitie, hè? Dus misschien dat hij dat veel trager weet. Ook, hè? Ja, en club speelt echt op een heel hoog niveau, heel snel tempo de laatste match. Dus ik denk voor van Luzern naar dit club te springen is denk ik wel echt een hele grote stap. Want die oogt heel klein en frel soms, vind ik. Nee, is inderdaad wel een blokje, maar die oogt ook, maar die is 1,81 meter. Zo klein is dat niet. Ah ja, wow, die is dus, ja, ik heb dat echt nog gaan opzoeken gisteren, want ik dacht, allee, ben ik nu bij daar zo in aan het vergissen, want ik speelde er vroeger altijd mee op FIFA en die leek zo groot. Maar die is dus 1,81 meter, wat dat veel groter is dan dat lijkt op het veld. Maar dat is ook, denk ik, door zijn presence een beetje, dat hij zo klein lijkt. Ja, en ze zeiden ook dat hij, ik zie het soms wel zo, dat hij een goede linker heeft, maar hij heeft daar 2-3 ook lange ballen dan, en die waren dan niet op maat. Dan denk ik, ai, jammer, niet overtuigend. En dan snap je wel, want wij waren allemaal een beetje vragende partij in het begin van het seizoen, als het minder ging van, ah, waarom brengt hem Yashari niet op standaard, viel dat wel allemaal nog mee, dat was goed. Maar als je dat dan ziet, wat hij de afgelopen wedstrijden heeft gebracht, ook op Kortrijk was hij eigenlijk niet, vond ik niet bij de betere als vervanger van Ngedika. Vond ik hem ook niet echt overtuigend. Dan snap je wel dat Nicky Haien hem niet direct heeft gezet, vind ik. Mm-hmm. Ja, in ieder geval te begrijpen. Ja, het is 2 keer wat te doen geweest over de wissels van Haien. Zowel de match tegen Dortmund als tegen Gent. Rob, ja, gaat hij helemaal tactisch helemaal vrij uit, vind je, in die 2 matchen? Niet dat ik Haien onder de, onder de trein wil gooien, want hij heeft ook fantastisch voetbal op de mat gebracht. Ja, maar die toch 2 keer een wissel gedaan, die dan toch ervoor zorgde dat de wedstrijd kandelde in ons nadeel. Hè. Ja, het is zoals Thibaut zei daar straks. Het is nog een jonge trainer die daar nog een beetje leergeld moet betalen nu en dan, denk ik. Ik denk ook dat hij heel emotioneel is, terwijl hij het niet graag laat zien. Die staat er heel graag stoïcijns tot als ze scoren, dat wordt hij zot. Maar die staat heel graag serieus naast het veld. Maar ik denk eigenlijk dat een heel emotionele gevoelsmens is. Ook die wissel van dan, Romeo Vermant en ik denk dat het Tal... Was het Talbi of Schutkla? Ik weet het al niet meer. Talbi. Dat die dan toch Nielsen eraf valt, omdat Vermant toch al klaar stond. Ja, dat zijn emoties boven prestaties in je hoofd. Ja, er waren zo'n paar vreemde wissels. En op zich, vorig jaar in de playoffs heeft hij dat ook gedaan, maar die wissels hebben altijd heel goed uitgepakt.
En nu is dat even minder, dus ik denk dat dat wel terug in orde komt. Gisteren hebben we gewoon enorm veel pech gehad en verdedigend fouten gemaakt. Daar kan hij niet echt aan doen. Hij kan niet op het veld gaan staan om te verdedigen. Hè. Nee, klopt. Want verdedigen we goed, zijn zijn keuzes normaal en juist en winnen we. Beide matches, denk ik, kunnen we dan op zijn minst een punt pakken tegen Dortmund. Verdedigen we normaal en winnen we tegen Gent met 2-0, want we hebben twee keer gescoord. En we zijn ook weer zo wat op het moment gekomen. Hè. We zijn er elk jaar al beland van de vraag dan van... en Brandon Mechelen, wat moeten we daarmee doen? Ik was gisteren ook weer tegen iemand over bezig van... Ja. Het is toch soms... Ja, ik vind, als het een niveau naar boven gaat, vind ik hem toch vaak... Maar het is het begin van het seizoen, Thibaut. En we weten allemaal wat er gebeurt. Die transformeert altijd. Dat is een beetje de cyclus van Brandon Mechelen. Elk seizoen opnieuw slecht. Niet goed in het begin van het seizoen. Een beetje tegenvallend en die groeit en groeit. Ja. En tegen het einde van het seizoen denk je, we kunnen niet meer zonder Brandon Mechelen. Ja, het is ik denk dat hij overal de fan is van Kerstmis. En pas met Kerstmis terug opgeladen is. En dat Kerstmis na een tijd te ver weg is, dat hij dat terug nodig heeft. Maar tot Kerstmis... Ordonez en Romero. Ja, een man waar ik misschien niet te veel aandacht wil aan geven, maar die ook wel opvallend was gisteren in de wedstrijd, was Max Dean. Wat een etter, hè. Ik bedoel, wat is dat voor een belachelijk touch bij die goal? We hebben een nieuwe vijand gevonden. En ze noemen hem nu... Is geen iemand, was al sinds een Conor McGregor. McGregor celebration dat hij deed. Ja, dat wel. Een Ier uit League 2 of League 1, ik weet het al niet meer exact. Dat wel een cult held. Ja, maar zo'n type is... Allee, als die jongen dat goed doet, hoe voor hem... Het is een Engelsman. Het is een Engelsman. Als die dat goed doet, hoe voor hem. Hij interesseert me niet enorm veel, maar het lijkt me zo'n type... Even spieken... Leuk. En binnen 10 jaar, binnen 10 maanden zit je die zo ergens in een Schotse eerste klasse ploeg meespelen tegen Celtic en ten onder gaat. Dat lijkt bij zo'n type weer. Is van Ormskirk. Dat is een dorpje, stadje boven Liverpool en Manchester, ja. Ja, wat heel frustrerend was, was dat hij eigenlijk reden slecht was, hè, gisteren. Ja. Dat maakt echt nog erger, hè. Die was echt heel slecht, hè. En die doet dan zo... Oh. Dan word ik er echt aan mijn tand van. Ja, Archie Brown dan ook nog een keer de 4-2 score aan de east side daar een beetje gaan uitdagen. Terwijl hij eigenlijk onder ligt. Ik vind het daar toch een beetje... Archie Brown heeft 1 goede match gespeeld tegen ons vorig seizoen, of 2 seizoenen geleden. Ik denk vorig seizoen. Vorig seizoen. En voor de rest heb ik die nooit niet meer gezien. Maar gisteren was hij ook echt... Die in zijn eerste half uur, die heeft 3 ballen over de zijlijn gepegeld, waar ik van dacht, maar wat is dit? En... Ja, gewoon helemaal Gent. Gewoon heel Gent. Heel Gent heeft gisteren nog maar eens bewezen wat voor een ambetante ploeg dat zij. En ook eigenlijk supporters. Over op mijn Twitter stond weer vol dat ze waren precies kampioen geworden gisteren. Hatelijk. Wie weet staan ze straks weer allemaal aan de, met 100.000 aan de grasleien. Dan komen ze plots weer van onder de krochten terug. Maar deel 1 en dan zo ver, zo typisch. Ja, maar wel. Agent. Nu, een ploeg die er goed op neer ligt qua naam, Genk. Het is maar 1 letter verschil. Ja, die lopen wel 6 punten uit, Thibaut. En ja, dat leek wel, als wij voor de titel gaan spelen, wat ik wel nog altijd verwacht, lijkt dat wel onze grootste uitdager te worden. En dat zal geen makkelijke clip zijn om over te gaan, want die spelen wel echt goed voor. Nee. Ik denk, dat is een supergoeie ploeg, vind ik dat. Genk, de manier dat ze spelen ook. En de spelers die ze hebben, goed ingekocht. En daarbij nog jammer dat we daar eigenlijk 0-2 voor stonden en toch die 3 punten hebben weggegeven. Dat was toch ons al die kleine bonus gegeven. Dat maakt ook het verschil op het einde, denk ik dan. Maar als we alle 2 in vorm blijven... En qua ploegen denk ik dat Genk en Club dat wij toch de 2 beste ploegen in België zijn. En dat het tussen ons zal gaan. Maar ja, je ziet, gisteren waren ze ook de betere ploegen en je verliest. Voetbal kan heel raar zijn soms. Je kunt op een maand tijd ook ineens alles weggeven. Dus het is heel vroeg om nog altijd te zeggen, dit Club en Genk, het gaat tussen die 2 ploegen gaan. Het kan even goed zijn dat daar ineens nog toch een andere ploeg tussen komt. Maar op dit moment zou ik zeggen, Genk en Club, dat zijn de 2 beste voetballende ploegen op het moment.
Ja, nou, dat denk ik ook. Nog een beetje ander clubnieuws dat ook binnenkwam vandaag. We hebben een speler minder. Fetou Mawassa. Ja, veel heeft hij niet gedaan voor zo'n voornaam te hebben. Goeie, goeie, goeie. Ja, loze binnenkoppertje. Ja, dat is dat was inderdaad een binnenkopper. contract ontbonden. Heeft ons ooit 4 miljoen gekost. Thibaut, maar ja, het is gedaan. We gaan hem niet meer zien in het blauw-zwart. Ja, dat is geen drama, lijkt me. dat is zo een van de aankoopjes die met Manaert in de tijd die niet goed zijn geëindigd. Mawassa, Boyata, die mensen. En op zich goed ontbonden, we zijn er vanaf. Kijk, ik denk niet dat er daar iemand een haan om krijgt. Dat die onderling is. Initieel had ik daar wel een klein beetje verwachtingen van. Maar die waren al vrij snel verdwenen, dus ik ga er geen traan om laten. Ja, en Boyata en Soa bij Club Next enkel nog mee trainen, mogen niet meer omkleden in bij de A-ploeg. Gaan ook niet meer in aanmerking komen te spelen bij Club Next. Het is wel een serieus hoopje loonmassa dat daar... Zit. Dat Boyata daarmee kan leven eigenlijk. Hè? Dat hij zo oud moet zijn geworden in zijn carrière, bij Celtic heeft gespeeld, in de Premier League gezeten, en dat hij nu zo triestig is om te zeggen, ja, ik kom hier gewoon nog voor cashen en ik ga bij de next ploegen meetrainen. Ik vind dat een beetje triestig. Ja, dus het is niet echt de geest van een sportman, hè, Rob. Zoiets. Maar langs de andere kant, ja, hij is 33. Ja, het is niet dat hij nog ergens de jackpot gaat halen. Woont dichtbij op zich. Ja, en dat je 3 miljoen per jaar op je rekening krijgt, zonder er veel te voor te moeten doen. Dan valt er ook wel iets voor te zeggen dat hij blijft bij club. Ja, het moet leuk zijn, hè. Nee. Allee, ik zou het ook doen, hè. Elke dag met Club Next meetrainen voor 3 miljoen op een jaar. Ja. Ik zou dan denken, schaft u even een goede makelaar aan, ga in de woestijn zo wat rondzeggen, dat is een ex-Rode Duivel, die is nog altijd niet op pensioen als Rode Duivel, dan gaat daar toch wel een Emiratenploeg opspringen, denk ik dan. Ja, maar langs de andere kant zit dat weer met zijn gezin, hè. Die woont graag, die woont ook inderdaad. Met zijn kindjes, vrouw, verdient goed geld. Ja, het is een total package. Hè. Laat ons hopen dat het een verschrikkelijke herfst, winter en lente wordt in Knokken en dat hij dan volgende zomer heel graag weg wilt. Ja. Is dat niet einde contract? Is dat einde contract? Ja, denk het wel. Sowieso. Dat is 3 jaar contract. Alsnog een slechte herfst, winter en lente. Maar, ik denk gewoon dat hij ook niet meer... Ik denk ook niet dat hij zo heel graag voetbalt. Nee, het lijkt niet zo. Ja, volgens mij heeft hij altijd zeer, als hij shot, en dat hij zoiets heeft van, oké, nog een jaar 3 miljoen cashen, so be it. En dan hang ik de schoentjes aan de haak. Ja, schoentjes aan de haak. Of misschien nog ergens zo bij RWDM gaan shotten of zo. Maar dat zal het zijn. Dat zal het zijn, ja. Dat zal niet meer eten. Dat zal het zijn, denk ik. Twee jaar niet gevoetbal. Boyata. Ja, Boyata. Kijk. Boyata. Ja, en ook Kamal Sowai zit er ook nog altijd... Als een ziekte blijft hij aan ons plakken. Ook. Maar ik heb zo even een gerucht opgevangen van FC Juarez in Mexico. Ja, dat is afgesprongen in Mexico. Die hadden een akkoord, maar dat is dan toch niet tot een overeenkomst gekomen tussen, ik denk, Soa en FC Juarez. Ja, ik denk niet dat hij wou. Ik denk niet dat hij naar Mexico wou. Ja. Dat is natuurlijk ook wel weer... Ja. Dat is ook veel geld, denk ik. Buiten Europa ook voetballen. Dat is ook weer iets helemaal anders. Eens hij zo buiten Europa gaat als speler, om er dan terug in te komen. Ja, ik vind het ook raar dat daar eigenlijk nergens een Belgische ploeg, een degradatieploeg, dat daar niet achter is gekomen. Want, vorig jaar Standaard erachter gekomen, hè? Dat was ook bijna een degradatieploeg. Hè? Ik vind het zot dat Leuven daar nooit meer achter is gekomen. Ja, want hier in Leuven was die... Allee, was die top, hè. Dat maar ook gewoon, het is nu niet dat de slechtste speler ever ook niet is. Allee, in de Champions League heeft hij ook gewoon goede dingen gedaan, dus die kan wel iets. Hè. Dus ik vind dat heel raar dat daar geen enkele ploeg in België die dat 12, 13 is, zoiets heeft van, eigenlijk in ons aanvallend compartiment, want als ik soms zie wat er allemaal rondloopt in onze eerste klasse, dan denk ik, oei, dat is ook niet alles. Ja, kijk. Ja, en kan ook spelen in functie van de ploeg, dat hebben we ook gezien in de Champions League. Hè. Dus,
Dat moet misschien niet je main target man zijn, maar... Ja, kun je hem ook op een andere manier gebruiken. Okay. Tijd voor vrolijkere dingen. Thibaut, je hebt een quizje voor ons voorbereid vandaag. Je mag het Erik van Looij gewijs eraan beginnen. Ja, voilà. Welkom, dames en heren. Nee, het zijn twee heren, sorry. De slimste clubsupporter ter wereld. Ja, de slimste clubsupporter ter wereld. Zullen we dat ook koppen maken over je tanden? Of is dat... Dat mag. Zolang je niet over mijn ouderdom is, is het goed. Ik heb een quizje gemaakt. Ik heb 7 vraagjes mee voor jullie. Dus je kunt al uitrekenen als je 3 of 4-0 voor staat. Als je 4-0 voor staat, is het gedaan. Maar goed, het gaat is een link met onze volgende tegenstander. Ik heb het simpel gehouden met Charleroi. Het is een Charleroi-quiz. Dus we gaan er gewoon aan beginnen met vraag 1. Een simpele, alleen hoop ik toch. Het is gevaarlijk. De druk wordt direct geopend. Wie is de laatste trainer buiten Rick de Mille die een verleden heeft tussen Club Brugge en Charleroi? Dus die zowel Club als Charleroi heeft getraind. Jacques Matthijssen. Voilà, daar is de 1-0 voor Nicolas. Goeie, Jacques Matthijssen. Goeie herinneringen aan Jacques Matthijssen, mannen. Ik denk ze zijn eerste jaar, eerste periode was goed. Hebben we wel heel lang heel goed gespeeld. Daarna was het wel iets minder. Ja, klopt. Ik voel mij neutraal tegenover Jacques. Toen we ook altijd denken aan heel die periode met François Sterkelee. Dat is wel waar. En ook aan Bailly. Ik moet altijd, als ik aan Jacques Matthijs heb... Ja, met roze shirt. Ja, juist. Met een roze shirt van Bailly. En dan met 2-6 thuis verliezen van... En Bailly met dat shirt zo naar de bank waar dat Matthijs zat. Ja, dat was... vervlogen tijd. Vraag nummer 2. Nog niet zo lang geleden, vorig jaar, won Club met 1-4 op Mambourg. Wie scoorde er toen de openingstreffer voor Club? Was dat Scoras? Nee. Mag ik even denken. 1-4. Ja, ik zie de match nog voor. Niet van Aken? Nee. Nee, dat was de andere goals werden gescoord door 2 keer Thiago en Nielsen. Wie scoorde er nog? Was het nog eens Nielsen? Nee. Toen, ik dacht, het is een strikvraag. Nee. Het was op een, als ik me kan herinneren, uw tipje, het was op een corner of een vrije trap of zo. Dus... Brendan Mechelen. Ja, goed. Mechelen. We hebben maar 1 iemand dat scoort op corners en dat zijn Van Haken. 2 mannen, dat zijn Van Haken en Mechelen. En Mechelen, inderdaad. Klopt. Oké, volgende vraag. Er zijn 2 ex-clubspelers die in de top 10 staan van de topschutters aller tijden van Sporting Charleroi. Wie? Joseph Akpala. Nee, Akpala niet. Perbe? Perbe, dus alle 2 een punt, want Rezaï is gezegd geweest door Rob en Perbe door Nicola. Dus alle 2 een punt. 2-2. Ja, Rezaï staat op 7 en Perbe op 8. Met 41 en 40 goals. Ja, voilà. Maar toch veel. Ja. Okay. Welke ex-Caroloor speelde 152 wedstrijden in het shirt van Club Brugge? Karel Gerard. Nee, er waren er veel meer. Ex-Carolo. Clinton Matta. Klopt, Clinton Matta. Oh ja. Oh, amai. Die stappen was ik helemaal al vergeten. Ik zat alleen maar met Genk in mijn hoofd. Ja, Charleroi, Genk. Eupen ook nog, hè? Eupen, even Eupen geweest. Ah, wow. Klopt. 3-2 voor Nicola. Het is wel spannend. Het is wel spannend. Ja, het is cool. Nog 3 vragen, dus. Oef. Alles kan nog. Ja. Een match om nooit te vergeten was de 1-3 overwinning van Club tijdens de play-offs met de prachtige vrije trap van Vormer. Maar weet je nog in welke kleur shirts ze spelen toen? Geel. Geel-blauw. Heel snel. Ik zie dat zo horen, ja. Ja. Ik was zo hard in mijn hoofd, zo het moment aan het klaarhouden, maar ik ga zwijgen, want misschien komt het nog. Ik kan niks verklappen. Nee, wie weet. Ja. Want ik heb daar inderdaad nog een bijvraag over die match. We weten allemaal wie er die dag nog scoorde voor Club Brugge, hè? Dat weten we allemaal nog. Hè? Maar dat is niet de vraag. Wie scoorde er voor Charleroi? Rezaï, op penalty.
Klopt inderdaad. 5-2. En ik denk dat we dan wel een winnaar zitten, maar we gaan hem een beetje toe voor de score. Wat verder voor de ere. We zagen openen inderdaad de score na een penaltyfout van Dennis. Was die toen clubspeler? Ja, hè? En leefde hij niet uit toen? Nee, die was nog niet gekocht, want die is helemaal op het einde van de Mercato gekomen. Die is zo gekomen en meteen tegen andere gewoon starten. Ja, dat is juist. Dat is toch de match als we denken aan Charleroi, die 1-3 daar. Ja, dat was alleen. Dat was eigenlijk halen we daar bijna meer de titel dan op standaard. Daar pakken we de titel bijna. Dat gaf ons de moed. Maar dat was ook net na die klote wedstrijd tegen Mof met... Gabul of die dat flater tegen Dorcik en zo, en afgekeurde goal met de VAR en Bart Verhagen in alle staten. En... Van Azenbroek had het daarover over, in een niet nader genoemde podcast deze week. over dat voorval, dat zij dat wonnen op club en dat zij helemaal in de rol waren om kampioen te worden. Precies of het was allemaal... Het was precies of alles was roziger en maneschijn met Van Azenbroek. En dat club dan toch op een ongelooflijke manier nog kampioen werd. Ja. Het was weer nodig om onze boven te halen. We gaan nog één vraag doen voor de sport. Een leuke. Ik heb maar data vanaf 1995, want verder heb ik alle uitslagen niet gevonden. Maar wat is de grootste uitoverwinning die we haalden op Charleroi? 05. Nicolas. En ik denk zelf het jaar... Volgens mij Ojija en Perisic. Klopt, helemaal. Perisic, Ojija hebben zelf gescoord, die wedstrijd ook. Ja. Verder, ja. Twee keer Vargas heeft nog gescoord en Lestien scoort ook nog. Kijk, voilà. Dus 2010. Bon, ik stop dan. Rob, bedankt. Sorry Rob, sorry. Als we zo ver gaan, dan is het helemaal terecht. Ik heb altijd niks opgezocht. Nee, sterk. Ik daar straks trouwens naar waar teruggrijpen, dat is toch, was dat ook in die 1-3 match dat Horvat zo'n keiraar moment had, dat is, nee, dat was niet daar. Dat was het jaar ervoor nog dan. Juist, het jaar ervoor of zo. Ja, dat was zo'n raar moment. Dat hij die bal gooit. Hij zo die bal stillegt, want hij dacht dat het was gefloten en dat er dan toch... En dat was ook met een hat-trick van Izquierdo. Izquierdo was dat toen, dus juist. Met een hat-trick. Dat was zo'n rare match. Ja, dat was ook in de playoffs, maar vroeger. Dat echt een zotte match. Ja, dat is ook een zotte match. Eigenlijk heb ik vaak leuke matches. Mamboer is leuk. Als ik zo, maar als ik zo de voor de quiz, of zo de uitslagen van de afgelopen jaren, dan denk ik, we hebben daar wel vaak leuke wedstrijden gezien. Maar ook altijd als je die match, die speelt zich altijd eerst, de clubspelers spelen naar de muur van Mamboer en de anderen zo. Maar omgekeerd is dat voor alle twee de ploegen bijna een thuismatch, want er staan zoveel clubfans daar in die uitvakken. Dat is echt enorm, Ja, we scoren altijd meer naar de Mamboer. Nee, naar daar. Maar het is wel altijd een leuke match. Ik kan me dat herinneren. Ook een paar jaar geleden, dat we daar 0-1 winnen in de laatste minuut, dan was ik daar ook. Met de ketelaren die daar die bal nog binnen glijdt. Dat was ook een toffe. Sareltje. Ja. CDK, ook niet slecht bezig tegenwoordig. Maar zoals je zegt, Thibaut, Charleroi Club, heel leuke verplaatsing voor alle clubsupporters. Heel veel fans in de... In de uitvakken, en vrijdag is het weer zover, gaan we naar Mamboer. Dat is wel... Het is denk ik de uitmatch waar je de meeste uitsupporters kan hebben, hè? In de Pro League. Ja, dat klopt. En het is ook een van de leukste verplaatsingen, vind ik zelf. Ik ga er vaak... meestal is dat zo, ik doe één of twee aways in een jaar, waar ik mij ergens ga infiltreren bij de thuissupporters. En Charleroi is eigenlijk eentje van die aways. Dit jaar jammer genoeg niet, maar... Ik vind het daar echt altijd heel plezant. Goede sfeer, ook van de thuissupporters, maar ook wij zoals uitvak helemaal vol. Ja, het heeft wel iets speciaals. En vaak winnen we er ook. Allee, houd van staan, maar ik bedoel... Vaak veel drinks. Nee. Maar vaak spelen we, zoals ik al zei, spelen we daar wel een goede match. En dat is heel tof. Ja. Mm-hmm. Nu, Charleroi, Rob, is wel heel goed bezig. Ik vind dat eigenlijk een beetje... De revelatie van het seizoen tot nu toe in de Pro League, van de kleinere ploegen tussen aanhalingsteken. En dan hebben we ook de co-topschutter met Daan Heijmans, ook niet bekend van de niet nader genoemde podcast. Ja, inderdaad. Nee, ik vind Charleroi eigenlijk, om het zo wat te vergelijken met vorig seizoen, een leuke versie van het cirkelen van vorig jaar. Zo een revelatie die je niet verwacht bij de top 6, maar ik denk wel dat ze gaan meedoen voor play-off 1. Ik denk het ook. Ja, ze zijn echt goed voetbal aan het brengen. Riekske doet dat daar enorm goed met zijn ploeg. Ja. Dat is echt... ik kijk er ook heel graag naar. Want ik had zo tot
ja, ik kijk eigenlijk nooit heel graag naar zo'n match, zo Charleroi tegen Westerlo of zo, maar nu dit seizoen ga ik dat wel regelmatig eens doen, denk ik, want dat zijn ploegen die dat heel leuk voetbal brengen nu zo op die hoge middenmoot. Dus ja, goed bezig. En ik denk dat we wel gaan moeten oppassen voor Charleroi. Ja, meer dan andere jaren, denk ik. Ik had het wel een beetje verwacht, precies, van als De Mille daar naartoe ging, van ik denk wel dat hij daar iets gaat neerzetten, Rick De Mille. Nu, niet om te zeggen, play-off 1 kandidaat, hoe dat ze nu spelen, dat ik niet meteen verwacht, maar De Mille heeft toch ook bij ons, stond ook voor aantrekkelijk voetbal bij Westerlo. Het deel dat hij daar was, heeft hij toch ook heel aantrekkelijk voetbal gebracht met Westerlo. Dus ja, die man, hij heeft wel iets. Hè. Hij heeft ook een voetbalverstand, want hij had gezegd voor het seizoen, wie wordt de verrassing van het jaar? En hij had gezegd Daan Heijmans. Ja, kijk, hij is echt ongelooflijk bezig. Ja, ja, qua shot en hij kan het goed uitleggen. Ook. Hij zei ook jongere van het jaar Noosa, maar dat zal niet waar zijn. Nee, in Duitsland dan. Ja, misschien in de Bundesliga, hè. Ja, kan zomaar. Feit dat Rick De Mille tegen ons coacht, Thibaut, dat kan toch wel in ons nadeel spelen, hè, denk ik. Want een goed jaar geleden zat hij nog gewoon bij club als assistent van Dela. Heeft De Mille met Wessel al tegen ons gespeeld? Ik denk het wel. Ik denk dat wij op het Kuipje en denk dat we daar ook zijn gaan winnen toen. Ik denk zelfs 0-3, maar ik ben niet 100% zeker. Maar ja, denk ook, dat was ook geen walkover. Nee, maar ik denk ook dat De Mille en Haaien, die kennen elkaar ook, denk ik. Hè? Waarschijnlijk, ja, van bij Next, ja, sowieso. Ja, dus het gaat voor hun ook wel, denk ik, alle twee een beetje een speciale wedstrijd zijn, want die zullen elkaar... Ja, weten wat voor voetbal ze elkaar spelen en ze gaan dat elkaar proberen een beetje te bekampen op die manier. Dus ik ben wel heel benieuwd. En het kan een voordeel en het kan een nadeel zijn ook altijd. Want je kunt ook soms een ploeg te goed kennen, waardoor je denkt, ik ga vandaag mijn ploeg op een totaal andere manier doen voetballen dan wat we gewoon zijn, omdat ik club goed ken en ik weet hoe dat we dat moeten aanpakken. Maar ja, als je dan tactisch switcht terwijl het al goed staat, dat kan ook altijd een nadeel zijn voor je ploeg, maar... Ik denk gewoon dat De Mille eigenlijk van eigen sterkten uitgaat, hoe ik hem ken, zoals bij ons, bij club. En dat ze wel niet echt een blok gaan neerzetten, Charleroi, dat ze gewoon gaan blijven voetballen zoals ze deden. En dat we dan echt wel... Het gaat echt wel een moeilijke wedstrijd worden, zo, vrijdag. Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk ook een leuke wedstrijd. Ik denk het ook. Ik heb er ook een goed gevoel bij van... Ik denk dat we wel goals gaan zien. Ik hoop gewoon dat deze keer het geluk is aan onze kant valt. Maar... Mag wel, hè. Mag wel, ik zie inderdaad dat De Mille één match tegen ons gecoacht heeft en dat was met Westerlo op club wel. Toen was het inderdaad 3-0. Voor de club, 2 goals. Dat Thiago, die, eentje van Nusa. Dat is in die periode dat Thiago alles binnenlegde met zijn ogen. Ja, dat was in januari vorig jaar. Laten we hopen dat we op de 0-3 kan worden, hè, de vrijdag. Maar we gaan gewoon beter moeten verdedigen en de kansen die we hebben moeten afmaken. Daar ga ik bij beginnen. En moeten er eigenlijk überhaupt aanpassingen komen aan de A-ploeg? Als we zo goed voetballen? Op zich niet, denk ik. Ik heb gewoon nog altijd mijn twijfels bij Hugo. Dat is het enige waar ik dit seizoen zoiets heb van... ik weet het niet goed. Al vind ik die vaak in balverlies wel echt goed... Ja, zijn taken lost hij goed op, maar aanvallend... En eigenlijk aanvallend, vorige week is het ook gezegd in de podcast, die staat altijd op de goede plek, maar hij stapt ze niet binnen. Ik was nu toevallig van de week nog een keer gepasseerd aan een compilatie van hem bij Bodo Glimt. En daar staat hij ook altijd op de juiste plek, maar schiet hij wel heel veel binnen. Dus het is misschien ook een kwestie van de ketchup, de juiste vorm te hebben. De ketchupfles. De ketchupfles, ja, like dat Daan Heijmans had hij het vorig jaar ook. Amper of niet gemaakt. En nu schiet hij de ene en de andere een blind binnen. Dus, ja, dat komt wel goed, denk ik. Ja, dus ik heb daar mijn enige wat wij... Maar ik denk ook... Op zich was hij niet slecht. Ook tegen Dortmund was hij eigenlijk wel goed. Dus ik zou gewoon dezelfde ploeg laten zetten. Ja. Mijn enige twijfel zit een beetje bij de Kuiper. Maar er is geen alternatief momenteel. Met Sabbe die nog niet in vorm is. En Seis die dat dan rechts moet spelen. Ja, ik denk dat de Kuiper het wat... want tegen Dortmund was hij wel niet slecht. Nee, dat is waar. Dat is waar. Maar ik denk ook na de Duivels, hij is daar even wat geblesseerd geweest. Misschien, ja, wel. Misschien hier en daar kan wel last. Misschien wat veel worden, stilletjes aan. Het is een lang seizoen geweest, vorig jaar ook. Het EK mee geweest, nooit rust gehad. Dus, bijna fijne vakantie gehad. Ja. Niet abnormaal, denk ik, dat het een wedstrijd of twee minder is bij het is hem gegund ook, want een fantastische jongen. Die is gewoon op de top. Ook clubsupporter in hart en nieren. Vorig jaar, naar aanleiding van de Champions League match, was er ook een interview met hem met zijn familie in het nieuwsblad. En dan zag je zo allemaal fotootjes van hem.
In zo'n oude clubshirt, zegt als klein manneke, ja. En ik, dat en is wel echt een clubman, hè. Ik merkte ook zo de afkeer van Gent, zo. Hè. Op het moment dat Sam Waas ook op een bepaald moment... Ja, Sam Waas. Je zegt, zijn hoofd zegt zo... Oh, ja, in de rage, ja. Want we zijn aan het verliezen. En jij, vuile Gentenaar, je bent hier op mijn veld hier aan mijn tand aan het doen. Ja, gemerkt, van, ja en zo, hij was echt heel... En het was eigenlijk leuk om te zien, omdat zo... Ja, dat is gevecht voor onze club. Dat is tof, dat is mooi om te zien. Ja, inderdaad. Ja, absoluut. Afsluiten doen we traditioneel getrouw met, een pronostiek. Charleroi tegen Club Brugge. Thibaut. Pam, 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 pam. 1-2. 1-2. Rob? 1-3. Met de onvermijdelijke Daan Heijmans die dat eerst scoort. En dan de prachtige hat-trick van Scovolse. Ja, ik ga voor dezelfde score zoals afgelopen zondag 2-4. Ah, mooi. Ja, dan het voordeel van club. Ja, dan is het een leuke match. Dat staat wel ja, we snel de verwachten doen, toch? Dus, ja, dat klopt. Inderdaad. Heel goed. Dat zou cool zijn. Dat zou cool zijn. Ja, ik vind... Ja, nog één ding. Ik wil graag zeg maar, één ding zeggen. Nog even in de groep smijten. Wat vinden jullie eigenlijk? Vinden jullie dat we toch... Misschien toch nog, achteraf gezien, hè, beter nog een extra flank hadden gaan halen of zo. Iemand die toch nog iets van een actie heeft. Ik vind precies, als Kof en Solis eraf moeten, of een van de twee, dan vind ik precies wel de kwaliteit echt wel... Ja, ik denk dat Skoras voor zijn niveau nog moet wel opkrikken. En ik denk, moest je nog een extra flank halen, dan blokkeer je wel iemand als een Talbi. Ja, dat is je wel stilletjes aan wel minuten moet geven in de A-elftal. Ja. Ja. In de Belgische competitie, zoals ploegen... Kortrijk, Charleroi, zo alles dat niet Genk is eigenlijk, vind ik dat je een Talbi ook wel zijn kansen kunt geven in plaats van een Solis of zo. Die is tegen, ja. Tegen wie was het echt prachtig ingevallen toen? Ja, een paar weken geleden. Ik heb gewoon echt schrik met al die wedstrijden dat zo een Skov die blessuregevoelig is, dat we die weer zo eens 2 maanden missen en dan gaat... Ja, maar vorig jaar is Skoras dan wel opgestaan, dus ik denk dat hij er ook wel terug gaat doorkomen dit jaar. Dat komt wel goed, denk ik. Maar nu moet gewoon zijn niveau terugvinden. En in feite, Jutgla kan ook nog de flank spelen. Nee. Ja, en Max ook, hè. Max die kan Max en Rij vooruit. Ja. Ronnie Deylamovke. Ja. Max op de flank. Of Parker, gewijze Buchanan op de nacht. Buchanan op de nacht, dat was ook een classic... Buchanan, die jongens zijn wel helemaal vergeten eigenlijk. Hè. Dat is ja, ik denk bij Inter ook onze flank vergeten dat hij daar ook gaat. Ja, ik denk dat ze als die de kleedkamer binnenkomt, dat ze zoiets hebben van, oei, wie is dat nu weer? Buchanan? Mijn scheellappen gaan maar wassen. Mijn schoentjes proberen maken. Ja. TJ. Ja. Alright, Thibaut en Rob, super bedankt om erbij te zijn deze week. Vergeet ons zeker niet te volgen, Thibaut, op onze socials. Altijd. En op YouTube. Like, subscribe en abonneren op YouTube. Dat is ook altijd leuk voor ons. En je kunt ook de notificaties aanzetten. Dan krijg je altijd een notificatiesje als er een nieuwe video online staat van ons. Ook op Spotify kan dat trouwens. Dan krijg je meteen een push-up als een nieuwe aflevering online staat. Dat is heel plezant. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken en tot volgende week. Carrasco, daar is het. En daar is het. Oh, Mignola! Met een mirakel! Izquierdo, daar komt hij weer. Bij Nielsen, Izquierdo, terugleggen en de goal van Aken. Nu voorzet eveneens, daar is de kans op de 0-3. Skov Olsen. Franke van der Elst.